Haarlem begint aanvallend tegen Cambuur Leeuwarden, dat vorige week met 5-1 verloor van Den Bosch. Hier wordt Katipana de diepte ingestuurd. Katipana met de openingstreffer. Katipana niet met de openingstreffer, maar het scheelde weinig voor Haarlem. Opnieuw is het Katipana. Met Verwij en Katipana die de bal terugkrijgt in de derde minuut. En opnieuw geen treffer voor Haarlem. Dankzij het verdedigend werk van Henk van Steeg. Wat een beginfase voor Haarlem, want er zijn pas 3 minuten verstreken. Bulsler. Bronkhorst. En Van Dijk. Van Dijk met de treffer. Dominique Van Dijk in de 22e minuut. Hij scoorde vorige week voor Cambuur Leeuwarden de enige treffer. In die wedstrijd die dus verloren ging. En maakt hier de 1-0. En dit is de jonge keeper van Haarlem. Dennis van Duren die op de plek staat van Heijblok. Die brak 2 weken geleden zijn pols. Hier is Dominique van Dijk weer. Mag doorgaan, mag ver komen. Zelfs de 16 meter in van Haarlem. En vanuit een moeilijke hoek brengt hij Cambuur Leeuwarden op een 2-0 stand. 36 minuten gespeeld. En de tweede van de avond dus voor Dominique van Dijk. En Van Duren, de jonge keeper van Haarlem, voor de tweede keer gepasseerd. Die aanval van Haarlem die loopt vast op Ties Heldens. En hier is Van Dijk weer. Van Dijk gaat hij voor zijn derde. Nee, hij speelt Bruin aan. En Bruin maakt de derde voor Cambuur Leeuwarden. 2 minuten na rust is de wedstrijd beslist. Jan Bruin maakt zijn 4e goal van de competitie. En kijk eens hoe makkelijk dat gaat voor Cambuur Leeuwarden. Geen verdediger van Haarlem te bekennen. Uiteindelijk is het Baas met de diepe bal. Op ketting, ketting, aannemen en schieten. En zo wordt het uiteindelijk nog 3-1 door Jeroen Ketting. De 23-jarige aanvaller die 2 weken geleden tegen Eindhoven er 2 maakte. Zet hier de eindstand van 3-1 op het scorebord.